Fontana veroverde. Een fantastische tijd van 1.46.50. En let u eens op het grote verschil met nummer 2. 1.50. Percy, tweede plek. En Karin Deetler, heel verrassend op de derde plaats. Maar heel goed ook, de Japanse Kawabata. En dan echt teleurstellend, een achtste plek voor Michaela Fijini. Ja, morgen gaan we verder met skiën. We zijn er nog niet, maar ik vertel u alvast dat onze volgende uitzending morgenavond om 9:15 is. De stand in de kwartfinale match om het wereldkampioenschap schaken tussen de Nederlander Jan Timman en de Hongaar Lajos Portis is na 4 partijen gekomen op 2,5-1,5 voor de Hongaar. Gisteren was de partij nog afgebroken, maar Timman die bood vanmorgen remise aan. Er zat helemaal niets meer in en Portis had natuurlijk geen enkele reden om dat remise aanbod te weigeren. Ten slotte staat hij nou voor een vol punt en met nog 2 partijen te gaan. De match is kort, duurt maar 6 partijen. En met nog 2 partijen te gaan is zo'n puntvoorsprong natuurlijk zeer groot. In Nederland leven we allemaal erg mee. De schaakwereld hebben we het natuurlijk over. Timman heeft nu 4 partijen achter de rug. En 4 maal kon hij ergens in die partijen wijzen op een voordeel. Maar ja, wat heb je daaraan als je bij 2,5 achter staat? Niet veel. Maar praktisch gezien heeft Timman dus eigenlijk weinig te klagen. In Nederland leven we erg mee, maar hoe zit dat nu eigenlijk precies in België? Om dat te onderzoeken organiseerden we een klein toernooitje in Hartje, Antwerpen met Belgische schaakcorypheeën, journalisten en bobo's. Allee. We zitten hier in Herberg de Quinten Matsijs. En het blijkt ook nog het oudste café te zijn in Antwerpen, namelijk uit het jaar 1565. Goed, we hebben enkele coryfeeën uit het Belgische schaakleven uitgenodigd. Men speelt onderling een snelschaaktoernooitje hier. We gaan eens kijken wat men in België vindt van deze kwartfinale van de kandidatenmatches. Onze eerste gast is de internationaal meester Luc Wienans. Luc, jij hebt ook meegedaan met de schaakolympiade in Thessaloniki. Ja. Jij zat op het eerste bord, hè? Ja, op het eerste bord. Ja, wel de tweede keer. De tweede keer. Wat was je score? Ik heb plus 1 gemaakt. 50% plus 1 partij dat ik heb gewonnen. Oké. Uitstekend. En België, die is als land, als natie, op welke plaats ongeveer geëindigd? Ik denk ongeveer op de 30ste plaats. De 30ste plaats, en dat was ook zo'n beetje wat men volgens het gemiddelde had kunnen bereiken? Of zaten jullie erboven of eronder? Ja, ik denk dat we met de rating we waren op de 32ste plaats. Zo dat was een normaal resultaat voor onze ploeg. Luc, jij hebt een bepaalde taak in deze tweekamp tussen Timman en Portis. Wat is dat precies? Ik maak de commentaar voor het publiek, de Franse publiek, want mijn taal, normale taal is Frans, als misschien de publiek kan horen. En ook ik maak de commentaar voor de bulletin, ook voor het publiek natuurlijk. En ik heb ik denk een goed publiek. Het meeste van het publiek is Nederlandstalig natuurlijk. Maar heel leuke reacties vanuit de zaal. Krijg je soms iets dat je zegt van, hé, dat had ik zelf niet gezien. Is het niveau hoog? Ja, natuurlijk. Hier, het publiek is altijd voor Timman. En de reactie is altijd op Timman kant. Kan hij winnen? Zijn stelling is een beetje achter. Ze vragen altijd, kan hij remis maken? Ja, natuurlijk, het publiek hier is voor Timman. Zo de meestal reacties zijn voor hem, ja. Luc, vertel eens, jij hebt de derde partij onder andere verslagen. Zowel voor het publiek als voor het bulletin. Timman had volgens jou een goede kans gemist, hè? Dat is op dit moment, geloof ik. Vertel er eens wat over. Ja, dat is er waren veel belangrijke momenten in dit partij. Maar dit moment hierop voor de eerste en 20ste zet waren zwart. Dat is nog een moeilijke stelling. Je kan zien dat de loper hier op G2 is nog slecht. Dus zijn de pionnen hier op de witte velden als de loper. Zo geen collaboratie. Maar de zwarte
paar hier is op de rand en speelt niet mee. Het is niet helemaal duidelijk wat er zich precies op het bord afspeelt. Dus we laten even het café en we zoeken de rust van de schaakanimatie. Dit is de stand bij de 22e zet. En we zien daar dat zowel wit een zwakke pion heeft op D3 en zwart heeft er een op C6. Dat is keurig netjes hetzelfde. En verder hebben de beide partijen mooie torenlijnen. Dan zien we nog dat de loper van wit, die staat daar voorlopig passief, die zal eventueel omgespeeld moeten worden naar deze diagonaal. En dat geldt niet voor de zwarte loper, want die heeft reeds een prachtige diagonaal. Die staat voorlopig goed. En verder valt op dat de beide witte paarden netjes staan, maar van de twee zwarte paarden valt dat vreemde buitenspel gezette paard op A7 op. Dat zijn zo'n beetje de stellingskenmerken. Timman speelde de toren naar B4, een op zich logische zet. Want die toren die valt die pion op A4 aan. En verder zou je met zwart kunnen vervolgen met de dame naar B6 te spelen bijvoorbeeld, om over die B-lijn te gaan drukken. Onthoud ook nog even die loper op F7. Dus dat zou zwart dreigen. Maar Portis deed een hele mooie zet. Loper H3. En nu kan die dame niet weg, want dat paard zat aangevallen. Dus Timman haalde dat paard weg. Paard B6. En toen kwam weer een krachtzet. Paard C5. En plotseling is er wat veranderd in de stelling. Niet alleen staat die zwakke pion op A4 twee keer gedekt. Dus die is nu niet zwak meer. En verder dekt dat paard op C5 keurig netjes die aangevallen pion op D3. En dat niet alleen, maar veel belangrijker is dat de constructie op de damevleugel, dat zwarte paard op A7 nu voorgoed zeer slecht laat staan. Dat kan niet meer omgespeeld worden. En dat is eigenlijk van veel meer belang dan al die andere factoren. En daarom had Timman ook anders moeten spelen. En we zetten het terug. En hij had dus niet moeten spelen de toren naar B4, waarmee zwart van een goede stelling een slechtere positie verkreeg. Nee, hij had moeten spelen C6, C5. En waarom is dat zo'n goede set? Met die zet komt dat veld C6 vrij, waarover dat paard natuurlijk kan springen naar die prachtige velden op B4 en D4. En zwart zou prachtig staan. En wat kan wit eventueel dan doen na zo'n zet als C5? Wel, we nemen iets door. Hij kan bijvoorbeeld spelen paard maal C5. Dan blijkt dat die ruil toch niet helemaal gunstig verloopt. Want na het slaan lijkt je even alsof er een pion achterstand is voor zwart. Maar nee hoor, je kunt je weer schadeloos stellen op D3. En alle zwarte stukken staan prachtig. Dus dat is de oplossing niet. Na zo'n zet als C5, we zetten het weer terug, dus je kunt hier niet slaan op C5. Wat kun je dan nog wel doen? Laten we ook nog even kijken naar die zet loper H3. Dan speel je rustig je paard naar C6. En zou je dan slaan met de loper op D7, dan win je weliswaar een pion met wit. Want je kunt na terugslaan die pion pakken op C5. Dat is juist. Maar kijk eens naar de positionele kenmerken van deze stand. We zien dat wit met een enorm gat kampt op die koningsvleugel. Hij zal later aan een aanval over de witte diagonale zal die ten onder gaan vermoedelijk. Zwart kan verder nog zijn stelling verstevigen door de toren naar D8 te spelen. En zie eens wat een mooie druk dan de zware stukken van zwart op de witte stelling uitoefenen. En daar nog toegevoegd nogmaals die mooie witte diagonaal van de zwarte loper. Kortom, zo had Timman moeten spelen en hij had een zeer mooi gestaan. Hij deed echter niet en hij verloor deze derde partij. En is dat nou cruciaal voor dit hele matchverloop? Ja, ik denk dat Timman's spel was altijd heel optimist. Bijvoorbeeld, ik denk dat in de opening wit heeft heel normale zetten gespeeld. En Timman met zwart tegen heel normale zetten heeft op points gespeeld. En dat was natuurlijk heel gevaarlijk. Hij heeft altijd heel gevaarlijk zetten gespeeld. En dan voor Portis, het was gemakkelijker. Hij kan solide zetten spelen en ik denk dat Timman heeft een beetje zijn vinger in de mond van Portis gezet. Zijn vinger? Ja, zo dat het was niet een woordmoord, maar bijna. Ja. Zelfmoord bedoel je? Timman heeft verloren omdat hij zelf op winst wilde spelen naar aanleiding van die eerste twee partijen waarin hij
net niet heeft gewonnen. Ja, in de twee eerste partijen Thiemann had een voordeel in beide partijen. En dus hij was in wind te optimistisch in de derde. Dat de Nederlandse kranten de Mets Timman Porties volgen, dat is niet zo gek. Maar hoe zit dat in België? Meneer Van Nevelen, u schrijft voor De Morgen, niet? Jawel. Hoe lang al? 10 jaar voor De Morgen. Dat is een bijzonder lange tijd gezien de schaakcultuur in België. Zijn er meerdere kranten? Hoe zit het precies eigenlijk met de krantenbelangstelling voor de schaaksport? Nou, De Morgen heeft een heel lange traditie. Die schrijft er al 30 jaar over met de wekelijkse kolom. Maar de andere kranten die volgen nu heel goed. En praktisch in alle Vlaamse kranten wordt er over deze match geschreven, bijna dagelijks. En hoe moet je dat zien in Nederland? Is men natuurlijk nogal op de hand van Timman. Is het ook zo in België? Ja, natuurlijk. In België volgt het internationale schaken op de voet. Maar Timman is favoriet, laat ik het zo zeggen. Of men wil graag dat Timman wint. Of is men niet zo chauvinistisch hier? Doet men het meer objectief? Men is objectiever in die zaken. Dus men dacht voor de match ook niet dat Timman met 6-0 ging winnen. Men dacht ongeveer dat de kansen gelijk waren. Men had wel een lichte voorkeur voor Timman. Gezien zijn verleden tegen Portis. Maar... Hij was licht favoriet bij ons. Het feit dat België natuurlijk ook meer meesters heeft gekregen in de laatste periode, draagt daartoe bij. Ook jong talent. Zit er iets in de knip voor België wat dat betreft? Op het ogenblik is er weinig jong talent voorhanden. Het is wachten op de eerste grootmeester en die komt er ook moeilijk uit. We hadden die gehoopt nog van het jaar te hebben, maar het is er een beetje niet doorgegaan eigenlijk. Maar jonge jeugdspelers, dat is eigenlijk niet aanwezig. Dat komt ook een beetje doordat er geen goede opleiding is. Dus die jongens worden eigenlijk een beetje aan hun lot overgelaten. En die hebben eigenlijk niet zo'n goede opleiding voor verder te gaan. Wat staat er morgen in De Morgen? Wie gaat deze match winnen? Nou, morgen staat in De Morgen dat Portis in de vierde partij goed heeft standgehouden. En dat hij toch de beste kansen heeft voor dit match op een goed einde te brengen. Hoe stond de stelling? Heb je de stelling bekeken? Ja, best toegespeeld. Meneer Van Emmerlo, mag ik even stoppen? Ja? U bent de wedstrijdleider, geloof ik, hè? Ja. U bent ook de wedstrijdleider van de tweekampen Timman Porties, hè? Ja. Hoe heeft u die positie bereikt? Door wedstrijdleider te zijn in vele... Ik denk dat het uiteindelijk wel geholpen heeft natuurlijk, van een paar andere toernooien geleid te hebben. En ergens, ja, natuurlijk is daar moet je een soort reputatie opbouwen, dat is natuurlijk zo. Ja, en u heeft ervaring opgedaan in belangrijke toernooien in Brussel natuurlijk, 3 jaar achter elkaar. Plus ook natuurlijk in België, dus gewoon Belgisch kampioenschap en andere toernooien in België, die natuurlijk van een, nou, dat zijn minder belang zijn, maar toch uiteindelijk toernooien zijn die moeten bekeken worden. U bent internationaal arbiter? Ik ben internationaal arbiter, jawel. Wat is het ergste wat u heeft meegemaakt bij een normaal schaaktoernooi? Wel, ik heb... twee gevallen gekend. Eén geval, een zeer flagrante geval van bedriegerij. Een speler, en ik kan geen namen noemen natuurlijk, een zeer bekend speler, dus die ergens op zeker moment het toernooizaal verlaat om in zijn fichesysteem te gaan kijken. Op de hotelkamer of zo? En dat was niet in de hotelkamer, het was in zijn auto die voor de deur stond. Dat is één geval. En hoe heeft u dat opgelost? Dat hebben wij dus opgelost omdat er per toeval een van de spelers, want het was een zeer groot toernooi met zeer veel deelnemers, dus dan had je moeilijk de spelers allemaal afzonderlijk kunnen in doog houden. En op een zeker moment heeft een van zijn tegenstanders tijdens het toernooi gezegd, kijk, ja, er is iets niet in orde, want mijn tegenstander verdwijnt soms ineens voor een paar minuten. En toen zijn we dat beginnen nakijken, heb ik zelf een paar jeugdspelers op de kop getikt om die overal uit te zetten, dus om te zien waar die man naartoe ging. En inderdaad, ik heb hem daar persoonlijk betrapt in zijn auto met zijn fiche. Ik denk dat mensen zich wel eens afvragen, is een wedstrijdleider na een schaakdag moe?
Wel, ik kan zeggen, eerlijk gezegd, doodmoe soms. Ik kan niet beweren dat ik zo moe ben als de spelers die daar gespeeld hebben, die daar 5 uur werkelijk ingespannen aan een partij bezig geweest zijn. Maar toch uiteindelijk, door continu de zaken bezig te houden, in doog te houden, ook uiteindelijk volg je de partij ook zelf. Dat vraagt uiteindelijk ook energie. Wel, dikwijls gebeurt dat inderdaad, dat je werkelijk moe naar huis gaat. En dat je op het eind van zo'n toernooi in feite content bent dat het gedaan is. Dat gebeurt, dat is werkelijk zo. Er zijn 4 partijen gespeeld. Wat denkt de Belgische topspeler Richard Mulders van hoe de kansen liggen? Ja, Theeman moet nu nog 1,5 uit 2 halen. En ik denk dat het voor hem het belangrijkste is van die 5e partij niet te verliezen. Met een 3-2 stand denk ik dat hij nog een goede kans heeft. Hij heeft dan wit in de slotronde. En hij kan er nog alles geven om de stand gelijk te maken, 3-3. Ik denk dat de spanning voor Portis om die laatste partij dan niet te verliezen zeker zo groot zou zijn als voor Timmen om ze te winnen. Oké, met andere woorden, de strijd wordt eigenlijk op het psychologische vlak beslist, begrijp ik dat goed? Ik denk dat het op het psychologische vlak wordt beslist, omdat hier met slechts 6 partijen in de matches, het is veel te kort eigenlijk om het anders te doen. Timmen heeft door de derde partij erg riskant te spelen, misschien een beetje te veel hooi op zijn vork genomen. Hij wou die partij winnen met zwart, wat heel moedig is, maar wat ook tegen een speler als Portis natuurlijk heel gevaarlijk was. Oké, okay. Goed. Richard, jij hebt een taak hier ook. Jij legt de partijen uit voor het publiek. Je hebt hier een situatie voor je van de partij van gisteren. Vertel er eens iets over. Ja, kijk, in deze stand zien we dat de zwartspeler hier een loper op A8 heeft die helemaal niet aan het spel deelneemt. Terwijl de witte stukken heel goed staan. De toren staan ook goed opgesteld. Die pionnen die zijn al wat achtergebleven. Er zit een wending in met bijvoorbeeld met de penning van dit paard. Als dit paard wordt weggespeeld. En ook hier verlaten we het geroezemoes van het café. En we pakken in alle helderheid de schaakanimatie over. Het is overigens dezelfde stand natuurlijk die Richard Mulders bespreekt. Met die 2 prachtige torens van wit. Die er zo actief staan. Terwijl de beide zwarte torens slechts passief zijn. Dan zien we verder 2 mooie witte lopers. Die nog zelfs nog beter opgesteld kunnen worden. En ook daar tegenover kan zwart maar alleen maar 2 passieve lopers zetten. De zet die Timman speelde, de zet loper A2... Die ligt natuurlijk voor de hand, want die loper die komt plotseling op zo'n mooie diagonaal te staan. Dus het lijkt alsof Timman hiermee een goede keus had gedaan. Hey toch, na loper G7 moest er iets gebeuren. Het paard staat aangevallen en Timman sloeg het paard. Een ruil van de witte stukken. Wat krijgt hij hier nou voor terug, nadat die loper was teruggeslagen? Hij krijgt daarvoor terug een paard op D7. En hij heeft nog steeds die aanval van die witte loper op de pion op F7. Maar een hele goede zet van Portis torens C7 valt dat paard 2 keer aan. Dus het paard zal weg moeten. Dat ging naar C5. Toen kwam de zet toren D4. En ineens zien we dat die toren op C7 de pion op F7 dekt. Goed, toren op D4. Die werd aangevallen met de zet paard B3. Dus die toren die wordt tot een verklaring gedwongen. En hier sloeg Portis vrijwillig op D1. En dat hij teruggenomen was, lijkt het alsof wit de D-lijn heeft. Maar er kwam nog even dat zetje van zwart, loper F6. En zie eens, het veld op D8, dat is in zwarte handen. En die toren heeft wel de D-lijn, maar hij kan nergens binnenkomen daarop. Dus je hebt er eigenlijk niet zoveel aan. En ondanks dat wit wel beter staat hier, was daarmee toch de stelling vervlakt en het werd uiteindelijk remise. Maar kijken we nou even naar wat er had kunnen gebeuren wanneer Timman niet die prachtige zet loper A2 had gedaan, maar een veel praktischere zet, namelijk de zet loper maal E5. Dat laten we zien in de analyse. Het is dus niet gebeurd. Loper maal E5 direct. En wat is nou het verschil? Goed, we spelen nu paard D7... De pion op E5 staat aangevallen, dus die zul je moeten dekken met loper G7. Dat zal zwart dan ook doen.
En we hebben net één tempo gewonnen. We hebben namelijk die zet van die loper naar A2 uitgespaard. En dat geeft wit de mogelijkheid tot de zet. Een toren D6. Of ergens anders op die D-lijn. Dat doet niet zoveel te zaken. En nu op een zet als toren C7 hebben we niet dezelfde stelling als in de partij. Want wit kan vervolgen met toren C naar D1. En zie, die D-lijn is in handen van wit. Verder heeft wit ook nog een prachtig paard daar staan. Op D7, daar staat hij zeer actief. En hij behoudt zich nog de keus voor, en dat kan hij al bijna op de volgende zet gaan doen, om toch weer met die loper naar A2 te gaan en over die diagonaal te gaan drukken. En van zwart kun je zeggen, in deze stelling, dat zijn beide torens passief staan. En verder dat die twee lopers nou ook niet echt veel doen. Kortom, op deze wijze had Timman een mooi voordeel kunnen krijgen. Ja, toch weer een fout van Timman. Wat is nu eigenlijk het niveau van deze match? Hoe ziet Richard Melders dat? Het niveau is hoog, denk ik. Er wordt heel interessant gestreden. Het publiek heeft er heel veel aan, omdat het bijvoorbeeld nog vers in het geheugen ligt dat Karpov en Kasparov in hun matches heel veel remises zaten te spelen. Nu in een korte tweekamp van slechts 6 partijen is dat niet mogelijk uiteraard. En Timman is een heel combatief speler, dat weet ook iedereen. We hebben tot hiertoe al 4 heel interessante partijen gehad. Harde strijd met fouten uiteraard, omdat de bedenktijd ook beperkt is. En ik denk dat de laatste 2 partijen ook nog heel interessant zullen zijn. Wie gaat de match Timman-Portis winnen, mevrouw? Ik denk Portis. Ik denk dat Tim het moeilijk gaat hebben. Ik denk dat Portis zal winnen, omdat hij een punt voor staat. Ik denk dat dat een hele kloof is op dat niveau. En Portis is een heel moeilijk te verslagen tegenstrever. Ja, wat heeft u een andere mening? Helaas niet. Ik denk dat de match in feite beslist is. Portis gaat winnen. Hij staat 1 punt voor. Doet de deur dicht. Daar gaat Timman heel hard aan kloppen, maar hij zal er niet doorheen komen, vrees ik. Wel, ik hoop Timman, maar ik denk Portis. Portis. Wat zeg ik dan? Timman natuurlijk, hè? Timman, ja, natuurlijk. Waarom? Omdat Timman, ik denk gewoon dat hij de beste is. En eigenlijk ken ik niet al te veel van schaken, dus ik veronderstel dat Timman zal zijn. Nou, ik denk toch nog steeds dat Timman hem gaat winnen. Ja. Meneer Janssens van de Belgische Schaakfederatie, zeg ik het goed? U zegt het goed, ja. Het is bij ons een zeer ingewikkelde structuur. Normaal ben ik dus voorzitter van de Vlaamse Schaakfederatie. Maar door het feit dat wij dus in België gefederaliseerd zijn, bestaat de schaakbond dus uit 3 afdelingen. Duitsstalige, Franstalige en Vlaamstalige. En die vormen samen de Belgische Schaakbond. Is dit niet verschrikkelijk ingewikkeld? Dat is zeer, zeer, zeer ingewikkeld. Veel ingewikkelder dan bij u. Goed, hoeveel leden heeft de totale Belgische Schaakbond? Ongeveer 7000. Dat is bijzonder weinig ten opzichte van Nederland, die 30.000 leden heeft. Dat is zeer weinig ten opzichte van Nederland. Wij benijden nu altijd omdat u zoveel leden hebt. Maar ik moet zeggen dat de laatste jaren het aantal dat tussen de groei groter is dan vroeger. Goed. Wat doet u nou speciaal met deze match? Hoe zeg ik nu? Wat doet u nu speciaal met deze match in Antwerpen, de match Timman Portis? Daar trachten wij zoveel mogelijk bij ons leden dus reclame voor te maken, dat ze dus zouden komen zien. Mensen stimuleren om dus de schaaksport, laat ons zeggen, dus beter te leren kennen. En ik moet zeggen, ik heb dus een paar maal gaan zien dus na de match Timman. En ik heb veel volk gezien die eigenlijk niet schaakt. Maar die schijnen toch geïnteresseerd zijn in de match. Goed, wat zijn uw wensen eigenlijk? Vooral erkend worden door de officiële instanties. Want als we dat dus kunnen erdoor krijgen, ben ik ervan overtuigd dat we bij de jeugd het schaken zullen kunnen inbrengen. Want dan krijgen we dus werkelijk dus structureel de voordelen die andere sportbonden ook hebben. En die hebben we nu niet. Mist u ook niet een beetje een voortrekker, een idool? Absoluut, dat merken we wel. We hopen natuurlijk, we hebben dus voor Toonbeek Queenans. En we hopen dat er nog anderen gaan komen. Maar we hebben niet de persoon zoals u gehad hebt. Dus uw vroege voorzitter van de Nederlandse Bond.
die heeft Holland er omhoog getrokken tot en met. En dat mankeren we wel, ja. We denken aan dezelfde persoon nu, hè? Ik dacht het wel aan meneer Heuwe. Meneer Heuwe heeft werkelijk, ik weet niet wat, gedaan voor het vragen. Dat is een monument voor ons. En zo iemand zouden we ook gaan en hebben natuurlijk. Maar ja, die worden niet alle dagen geboren. Wie zien wij hier in een Belgisch café, in het oudste café in Antwerpen? Twee, dacht ik, niet-Belgen. Jan, hoe gaat het met je? Oh, gaat wel. Ja, het gaat goed. Je bent door 50% word je hier als winnaar getipt en door 50% niet. Zie ik jezelf ook een beetje in het midden? Ah, ik zou graag 50% hebben, maar ik heb 1,5 punt nodig. En ik heb dus maar 25% op het ogenblik. Maar oké, okay, niks aan de hand eigenlijk. Nee, dat is geen probleem verder. Geen enkel probleem. Ja. En ook naast jou, schaak mecenas eigenlijk in België. Heb ik dat, zeg ik dat verkeerd? Ja, helemaal verkeerd. Ja. Mooi zo. Ja. Ze praten hier met Bessel Kok. Wat is je beweegreden om in België, een land zonder schaakcultuur, de hele schaakwereld naar voren te brengen? Nou, dat is een soort ambitie om iets op te bouwen wat niet bestaat. Proberen om een soort schaakkoorts te ontwikkelen die onbekend was. En daar dus uit het niets iets te maken. En lukt dat een beetje of niet? Ik denk dat het heel makkelijk is, ja. Het is, in wezen heb je er maar één impuls voor nodig. Goed, dat lijkt hier wel een schaakcafé. Is het nou eigenlijk niks om te promoten, best wel een schaakcafé in België? Ja, ik heb er nog niet aan gedacht, Hans, maar misschien is dat wel iets nieuws, ja, wat ik zou willen doen. Ja. Het enthousiasme hier is interessant. Ja. Het gaat toch een beetje je hart eruit, Jan. Heb jij in Amsterdam heb je ook een schaakcafé, verschillende zelfs. Ligt daar ook niet ergens je moederland? Ja, het doet me een beetje aan oude tijden denken. Ik ben natuurlijk tegenwoordig heel erg serieus. En ik kom niet zoveel in cafés over het algemeen. Wat dat betreft kom ik ook niet veel in schaakcafés. Dames en heren, dit ongelofelijke snelschaaktoernooi in Antwerpen is ten einde. Wij hebben een eerste prijs. Die geven we bij deze. Hartelijk gefeliciteerd. Dankjewel. Wij hebben daarnaast natuurlijk een tweede prijs. Ook van harte gefeliciteerd. En wij hebben nog een derde prijs van dit ongelofelijke snelschaaktoernooi. Ik ben benieuwd hoe dat... Ja. Zo. Dat was het vanuit Antwerpen. Ja. Chadouben zeggen ze dan. Echt Belgisch bier, ja. Ja, morgen volgt in Antwerpen de vijfde partij en dan heeft Porties wit. En de verwachting is dat Porties het voordeel van de witte kleur zal gebruiken om de partij in een rustig vaarwater te houden. Zodat er niks aan de hand is voor hem en dat hij alleen maar in de zesde en de laatste partij zelf en lichtelijk in de verdediging moet. Zodat hij goede kansen maakt op matchoverwinning. Er zijn nog twee andere matches gaande, kwartfinale matches. De eerste is beëindigd, namelijk die tussen de Rus Yusupov, Arthur Yusupov, en die heeft gespeeld tegen Kevin Spraggett, de Canadees. De Canadees die zeer verrassend overigens in die kwartfinales terecht kwam. Yusupov heeft het niet makkelijk gehad. De eerste zes partijen eindigden in 3-3. Toen die twee barragepartijen eindigden ook gelijk, tweemaal een remise. En pas daarna in een partij met een versneld speeltempo, dat hoort nu helemaal zo, anders dan blijft men bezig, dat wil men ook weer niet, heeft uiteindelijk dan Yusupov, die overigens op papier ook de sterkste speler was, gewonnen. Toch vele pluimen en schouderkloppen voor die Spraggett, die zo helemaal uit het niets het zo ver heeft geschopt. Yusupov dus over naar die halve finales. En dan hebben we nog de match tussen Karpov, Anatoly Karpov, de ex-wereldkampioen, en die jonge IJslander Hjartarson. Nou ja, Karpov die... maakte gehakt van Hjartarson, zat er ook wel een klein beetje in. De vierde partij is in remise geëindigd en die stand is nu 3-1. En eigenlijk is Karpov de enige die in deze kandidaten kwartfinale reeks zijn overwicht laat blijken.
Zo. Wij zijn er weer. Ja, wanneer? Dat hangt natuurlijk een beetje af van het matchverloop in Antwerpen. Want wint Porties morgen, dan staat het 3,5, 1,5 en dan wordt die zesde partij natuurlijk niet meer gespeeld. Wij hopen dat niet. U kunt die partij volgen op pagina 686 van Teletext, live vanaf 3 uur morgen. En wij denken en verwachten dat Timman morgen stand zal houden. En dan zien wij hem zo graag in de zesde partij ontketenen. Nog een prettige nacht verder.